Hoi, ik ben Clan en welkom bij Clash met Clan. Jongens, wie wint de 200 euro in het Benelux toernooi? De hele Benelux toernooi is inmiddels tot de eindfase beland, of in de eindfase beland. En we hebben nu de echte finale tussen Babypro KVM. Die hebben we in meerdere toernooien al heel hoog gezien, dus die kan er echt wel wat van. Ook een bizar profiel. Tegen Sjoerd. Als jullie Sjoerd nog niet kennen, dit profiel zegt toch genoeg. Nummer 30 van de wereld als hoogste klassering en 134. Ik weet eigenlijk niet wat het toernooi is. Ja, 134 in topdivisie en 130ste in koninklijke toernooien. Dus wat een zieke baas. Ze hebben allemaal, mogen ze één ban uitspreken over verschillende onderdelen van het spel. Zo bent Babypro KVM van de Ivo's de Knight, van de troep de Fisherman, van het spel de Graveyard, van de champion Little Prince. En Sjoerd bent de Ivo Knight, de Nedo, Little Prince en Miner. Ik ga tegen die gasten zeggen dat ze mogen beginnen en dan gaan we zo het eerste potje in. Het is een best of 9, dus je moet 5 potjes winnen. Dus we gaan het ook even in 2 delen doen. We gaan naar potje 3 gaan we even een kleine pauze nemen. Zodat we zeker weten dat alles goed opneemt. En dan gaan we daarna het vervolg doen. Dus dan weten jullie dat ook. Even kijken. Babypro speelt met een Goblin Drill. Spelen allebei met Kanonier. En Sjoerd lijkt met een... Ik zou gokken. Oeh, dat was een hele slechte ijsperend. Tenminste, een onfortuinlijke ijsperend kan je misschien beter noemen. Maar... Sjoerd die speelt met een mijnendekje, wil ik inderdaad zeggen, dat klopt ook. Babypro die lijkt inderdaad met een drilldekje te spelen, met ja, gewoon de firecracker en noem maar op. De kanonier was te snel, daardoor kreeg Babypro geen kingtoren activatie. En de guards ruimen nu makkelijk de mighty miner op. Het gegeven is, als je met kanonier speelt, dan kan zo'n push van alleen bats al heel veel damage doen. En zeker met een miner erbij. En dat zie je nu ook. Oeh, daar was Sjoerd net te vroeg met de log. Of het was zo bedoeld dat hij wat pikjes kon spannen. Maar ik denk dat hij net te vroeg was. Waardoor, waardoor ze nog 1 of 2 hits deden op de toren. Maar het gaat redelijk gelijk op. Oeh, dat was een slechte mighty miner van Babypro. Die wou daarmee natuurlijk de hits tanken van de Mother Witch. Maar dat lukte niet helemaal. Nu denk ik dat er een firecracker... Oeh. Ik wou zeggen een firecracker op de bridge kwam om die guards te predicten. Maar dat gebeurde niet. En waarom loggen daarin in plaats daarvan. Maar dat was overduidelijk niet voldoende. Of dat was sowieso niet genoeg geweest als het wel was gelukt. Dus ik weet niet helemaal wat daar de gedachte achter was. Nou, er wordt allemaal redelijk verdedigd. En ja, ze neemt Sjoerd de eerste leiding. Ik denk dat hier een vuurbal opkomt. Ja, inderdaad. Dan ben ik benieuwd wie het eerste potje naar zich toe gaat trekken. Jongens, dit is echt het beste wat jullie gaan zien qua gameplay. Dit soort toernooien, Outlast heeft hier aan meegedaan. Zeg ik dat goed? Ja, Outlast heeft hier aan meegedaan. Echt meerdere andere spelers hebben hier aan meegedaan. Dus het zijn echt wel hele zieke potjes. Een heel ziek toernooi geweest. Laat even een blauw duimpje achter. Laat eventjes een reactie achter. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we in de toekomst nog meer van dit soort leuke gameplays zien. Ik heb het in de livestream ook al verteld. Waarschijnlijk gaan we geen toernooi meer van Benelux Cup krijgen. Dat heeft er alles mee te maken. Ik ga er niet te lang over door. Maar in ieder geval, we krijgen nog wel andere toernooien. En ook in de e-sport scene gaan we nog genoeg meekrijgen op dit toernooi. Dus ben je daar hyped voor, laat het zeker even weten. Ik ben er in ieder geval wel heel erg hyped voor. Okay, nu is het helemaal goed verdedigd van Sjoerd. Ze staan er echt heel gelijk voor, dus het kan nog beide kanten op. Ik ben benieuwd wie hier aan het langste eind gaat trekken. Het is wel een leuk dekje van beide heren eigenlijk. Je ziet beide dekjes niet heel vaak. Ik bedoel, Miner in combinatie met een Mother Witch. Het is een combinatie die ik persoonlijk nog nooit gezien heb. Maar het zal ongetwijfeld werken. Dus je pakt de Impro trouwens wel heel veel damage hoor. En dan kan het zo met één... vuurbal afmaken. Dus daar gaat hij heel snel naartoe cyclen. Gaat hij op tijd zijn? Of is het Sjoerd die hier dan de langste eind trekt? We gaan het zien. Het is Babypro die het eerste potje pakt. Dat was echt heel spannend. En waardoor het 1-0 voor Babypro staat. En zo zie je, qua profiel lijkt het echt dat Sjoerd dit makkelijk zou kunnen 5-0'en. Maar
nou ja, niks is minder waard. En ja, Bevro wordt is qua profiel denk ik ook een beetje underrated. Want ik heb hem in meerdere toernooien zien spelen. En in alle toernooien is het echt rete goede gameplay. Dus ja, niks anders dan gewoon petje af voor Bevro hier zo. En die pakt het eerste potje. Nou, dan kan ik, nou ja, je weet het niet zeker, het kan een 5-0 voor Bevro worden. Maar ik verwacht niet dat het 5-0 meer gaat worden. Omdat Short gewoon echt een bizar goede speler is ook natuurlijk. Dus we gaan het zien waar het heen gaat. Ik ben benieuwd. Waarschijnlijk gaan we de lange pauzes, als er lange pauzes zijn tussen potjes, gaan we dat eruit knippen. Maar nu viel het wel mee, dus kunnen we gewoon gelijk door. Maar ze mogen natuurlijk elke keer een nieuw deck maken. En ze moeten elke keer ook rekening houden met de bans die er zijn. En het gaat om bizar veel knaken, jongens. Ik heb het nog niet eens gezegd, maar de nummer 1 krijgt €200. En de nummer 2 krijgt slechts €125. Allebei natuurlijk heel veel geld. Maar ja, hè, je wilt veel liever de €200 vanzelfsprekend dan de €125. Dus vandaar. Kijk, hier speelt Babypro. Ze kijken nu overigens mee met Shoot aan de onderkant, Babypro aan de bovenkant. Hier speelt Bevro met een Royal Giant dekje. En Short nu met een Goblin Drill dekje. En die timed de log zo dat hij helemaal geen damage tegen krijgt. Dus dat is echt wel heel goed gedaan van Short. Dat zijn allemaal van die placements. Dat moet je dan helemaal doorhebben en weten. Oeh, kijk dit dan. Dit is hier liet Short expres, denk ik, de Arch Queen naar het midden toe poelen. Zodat hij en ja, niet weer verdedigd kon worden door die Barbarrel. En daarnaast ook dichter bij de toren was. Wat betekent dat je sneller hit. Wat betekent dat je misschien wel één extra damage hebt gedaan. Één extra hit hebt gedaan. En je ziet dat Short je gelijk al een flinke voorsprong pakt. Dus dat is echt, echt heel goed gedaan door Short. Maar kan hij dan vervolgens de volgende push verdedigen? Bebro called al de good game. Wat zou betekenen dat we inderdaad geen 5-0 krijgen. Ze spelen overigens met één Ivo slot. Dat hebben ze van tevoren afgesproken. Dat heeft alles mee te maken dat Bebro wat minder Ivo's heeft dan Short. Dus hebben ze gezegd, laten we het fair maken en laten we het op deze manier doen. Dus dat is heel netjes gedaan van beide heren. Overigens zou ik persoonlijk, ja, ik weet hoe goed de Ivo's scans kunnen zijn, maar ik zou daar nooit mee spelen, omdat ik het niet een dusdanig bepalende Ivo vind. Ik denk dat in een dubbele Ivo's dat het heel, heel goed kan zijn, omdat je, of heel goed is überhaupt, omdat je, ik kom waarschijnlijk een hele late bomtoren. Maar omdat je dan ook snel kan cyclen. En je wilt gewoon een snelle cycle hebben als je met meerdere Ivo speelt. Maar als het een enkele Ivo is, dan zag je hem toch niet zo vaak. En dat komt dus voornamelijk omdat je er... Het is niet een hele bepalende Ivo. Zoals een Knight wel kan zijn. Zoals een Firecracker wel kan zijn. In mijn optiek, hè. En je ziet toch wel dat de pro scene daar vaak wel iets anders over denkt. Overigens moeten we hier niet onderschatten dat Bepro hier heel veel damage doet. En zomaar... Ja, bijna teruggekomen is in de wedstrijd. Want het stond net 3000 tegen 800 en nu staat 1500 tegen 1800. Dus ik ben benieuwd of hier Short inderdaad... Had hij geen ability doen? Had hij al ability? Hij had nog geen ability gedaan, hè, toch? Ik weet niet of ik deze play het helemaal mee eens ben. Maar ja, wie ben ik tegenover een Short die tot de 30ste van de wereld is geworden. Maar... ik had denk ik en die ability links gedaan van de Queen. Maar dan weet ik niet 100.000% zeker of die had. Maar ik dacht van wel. Als je dat niet had gedaan, had ik in ieder geval ook verder links druk gezet. Omdat rechts al die... goedemorgen, de Royal Giant eraan kwam van Babypro. Maar hey, Short zal het ongetwijfeld beter weten. Hij gaat waarschijnlijk hier een vuurbal opgooien. Ja, inderdaad. En krijgt hij dan één hitje. Hij krijgt twee hitjes, drie hitjes. Dan is het klaar met een log. Nou, je hebt Short een cycle. Dus is het 1-1. Krijgen we inderdaad geen 5-0. Wat ik heel leuk vind. Is leuk voor de finale. En dan gaan we kijken wie er uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. We gaan dus nog één potje doen voor de break. En dan gaan we er heel even tussenuit. En daar zijn we weer. Babypro heeft gerequest. Dus we kijken nu weer met Babypro tegen Short aan de bovenkant. En ik ben benieuwd wat voor dekjes ze nou weer hebben gepakt. Bevro speelt met Cannoneer. Wederom, Short speelt wederom met een normale Prinsessentoren. Kijk, Short speelt met Hokrider. Dat zal ongetwijfeld wat Hokrider Firecracker zijn. Als ik zou moeten gokken. En Bevro speelt denk ik met een Miner Control-achtig iets dekje. Met daarin inderdaad een Mortier. Niet de Ivo Mortier. Dus hij kan nog een andere Ivo hebben. Welke andere Ivo zou dat dan zijn? Even lastig om te zeggen. Het kan een Firecracker zijn. Het
zijn uiteraard de skeletons. Volgens mij heeft Bebro ook gewoon niet... Ja, heeft, ja, dat is ook de reden waarom ze maar met één Ivor spelen. Omdat hij niet heel veel Ivors heeft. Dus het zou best kunnen dat, dat hij alleen... Ja, niet alleen de skeletons toch. De eerste potje had hij wat anders volgens mij. Maar hij heeft er in ieder geval niet heel veel. Dus... even kijken. Hier doet Bebro aardig wat damage. Komt Short weer met... Goblins om even wat druk te zetten. En vervolgens met een Hokrider. Komt er dan een hoge of een lage mortier? Een hoge mortier van Babypro. Dan moet hij er ook wat extra's anders bij zetten. Dat zijn de skeletons. En nu krijgt hij ook nog een hitje dan op de toren. Want alleen de... Oh, hier was wat gepredikt. Kijk, het was een prediction. En om te zorgen dat die Phoenix ook nog levend zou blijven. Dus het was erg goed gespeeld door Babypro... moet ik zeggen. Dat had ik zelf niet gedaan. Maar je ziet, het doet en damage. En als hij inderdaad met een firecracker of iets was gekomen om die mortier te stoppen, dan had hij daar ook wat tegen gedaan. Al staat het nu in damage vrij gelijk. Dat betekent dat Bebro meer damage heeft gedaan, omdat zijn kanonier door standaard al op een lager niveau zit. En hij krijgt nu, of sorry, Short krijgt nu 2 hitjes. Maar Bebro krijgt ook wat damage. En hij heeft nu een mortier op het... met, was dat de bedoeling om daar een, vraag het me af, waarschijnlijk wel een ontzettend veel damage, die firecracker, maar ik had gedacht dat Bebro nog iets anders er tegenin kon zetten, maar dat gebeurde niet. Nou, nu zie je de double lane pressure die gaat komen van de skeletons, dat is zo ontzettend gevaarlijk, tenminste kan het zijn, zeker als je in een Royal Hawks deckje speelt of iets dergelijks, daar zie je het heel veel en ik ben al meerdere malen ben ik verrast erdoor, dus... uiteindelijk gebeurde hier niet zo heel veel, omdat Bebro er niet zo heel veel tegen deed. Het is een graveyard deckje. Dat zag ik even niet aankomen. Het is niet het alledaagse graveyard deckje wat we kennen. Ik denk ook niet dat Short hem had verwacht. En hij krijgt aardig wat damage tegen. Het staat nog steeds redelijk gelijk. Dus een heel spannend derde potje. Ben ik heel erg benieuwd waar het schip gaat stranden. Ja, jullie dachten dat ik zou zeggen wie dan langs het eind zou trekken, maar... toch even niet. Moet toch een beetje veranderen in de uitspraak. Hier zet Short goed druk, terwijl Bebro ook druk zet. Dus er moet nog een later mortier komen. Die komt daar. Komt er nu ook een hitje van de mortier? Ja, dan is het in principe GG. Want met een potion is het klaar. Heeft Bebro die ook op tijd... Nee, een schot van de mortier die het afmaakt. En pakt Bebro het tweede of het derde potje, maar de 2-1 voorsprong. Ik ga even tegen die gast zeggen dat ze even pauze moeten houden. Zet ik alles op stop en dan beginnen we zo weer opnieuw. Daar zijn we weer. We hebben alles even herstart. Ik ga tegen die gast zeggen dat ze mogen beginnen. En dan gaan we zo dus gelijk beginnen aan het vierde potje. Het kan dus zo zijn dat je opname opgeslagen in beeld ziet staan. Als dat zo is, is dat een heel goed teken. Want dat betekent dat het heeft opgeslagen. Ik kon erop wachten, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit, denk ik. Ik denk niet dat jullie er heel erg aan gaan storen als dat in beeld komt. Dus, maar het ziet er allemaal goed uit. Dus het lijkt dat het allemaal goed is opgeslagen. Short. Boven, Bebro, beneden. Gaan we kijken wat voor dekken ze nu hebben gebracht. Short met de kanonier en Bebro heeft nu geswitcht naar het prinsessentoren. Dus, even kijken, Short speelt met Ivor Skeletons nu. Kijk, daar is het schermopname bewaard in foto's. Yes, 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 yes. Het is allemaal goed gegaan. Ja, het is, om even kort uitleg over te geven, het is vooral mijn facecam die de laatste tijd lastig doet. Ik heb een refurbished, heb ik een Mac gekocht. Om opnames op te doen en om op live te streamen. Maar die doet het veel minder goed dan ik had gedacht en gehoopt. Maar het is van een site die net na mijn aankoop failliet is gegaan. Dus ik kan het sowieso niet terugsturen. Dus ik ben nu aan het kijken. Kan ik het op een of andere manier. Hoe zeg je dat? Inruilen of iets dergelijks. Kan ik er iets mee dat ik er als toch nog iets van waarde uithaal. En dan gewoon een nieuwe kopen, een betere. Waar ik wel alles op kan doen. Ik had gedacht... En dat had ik van tevoren al uitgezocht. Maar het is gewoon een MacBook Air. Dus in principe een prima computer. Maar om de een of andere reden loopt hij de hele tijd vast als ik wat dan ook wil opnemen. Dus mocht u er tips voor hebben trouwens, dan hoor ik het graag. Misschien is er wel een oplossing voor. Maar ja, dat is even niet belangrijk. We gaan terug naar het potje. Bebro speelt met een lava hond dekje. Short speelt met een minor cycle dekje met weinig air defense. Oeh, het is een clone dekje. En hij heeft een potion. Dus dat is heel goed voor Short. Tenminste, dat is heel fijn voor Short.
Dat gaat, dat gaat wel een groot verschil geven aan het potje. Maar verder heeft hij weinig air defense. Dus ja, Baby Pro called out the good game. Maar ik weet niet of het nu al good game is. Ik weet niet of ik dat zelf... hij hoeft het in ieder geval nog niet op te geven. Want ik denk dat het nog wel alle kanten op kan gaan. Maar ook, uit ook een delivery. Oké. Okay. Ja, dan is het nog een soort van air defense. Maar alsnog... Ja, als je het goed verdedigt, of goed aanvalt vooral, dan moet het wellicht te doen zijn. Ik denk dat hier de barbaren komen om te verdedigen. Nee, hij kiest ervoor om de skeletten of de skeldrugens te doen. Misschien dat hij zo zijn barbaren rechts wil inzetten om dubbel in pressure te zetten. Dat zou op zich geen slechte tactic zijn. Hier komt de vuurbal op, een mooie vuurbal die bijna alles raakt. De knight niet, maar wel de Archer Queen, wat natuurlijk belangrijk is. En de... net te vroeg... Ik weet niet of dat vroeg was of dat expres was. Ik zou hem zelf iets hebben gewacht dat hij die pups pakte. Maar misschien was dit wel een betere play. En ik zie nog steeds geen splitterling crash. Ik zou toch wel. Ik zou denken dat dat er inderdaad aan zou komen. Maar waarschijnlijk zit ik er gewoon. Zo te zien zit ik er gewoon mis. Die skeletons hitten net niet de toren. Want als ze dat deden, dan was het misschien wel klaar geweest. Maar gelukkig voor Baby Pro was dat niet het geval. En Sjoerd staat nu wel onder een bizarre druk. Is de potion alweer cycle? Ja, de potion is alweer een cycle. En dat gaat dit verhaal wel redden. Als het niet een cycle was, dan was het een heel lastig verhaal geweest. Nu heeft het aardig wat damage gedaan, maar is het nog niet over. Ik denk dat Sjoerd nu heel wat druk gaat zetten. Dat moet hij ook inderdaad doen. Dat doet hij goed. Maar hij gaat hier de toren nog niet meer pakken. Dus hij moet zeker deze push nog verdedigen. Als hij dat niet doet, is het gewoon klaar. Is het 3-1 voor Baby Pro. En dan kan het... Ja, dan lijkt het echt op dat Baby Pro in ieder geval een hele goede voorsprong neemt. Er komt weer wederom een potion aan, maar het gaat te laat zijn. Inderdaad, het gaat niet genoeg zijn in ieder geval. Heeft Baby Pro het vierde potje gewonnen en staat nu daarmee op een 3-1 voorsprong. Heel, heel, heel ziek gedaan allemaal. Wat gaat Sjoerd er nu nog aan doen om dit terecht te trekken? Ik vraag het me af, want het voordeel is duidelijk ligt duidelijk bij Baby Pro. Dus ik ben benieuwd, maar we gaan het zo zien met wat voor dekjes er gaan komen. En daar zijn we weer. Sjoerd heeft gerequest. Baby Pro had net ook gerequest, dus ik wou net zeggen, hij zal ongetwijfeld nu gelijk accepteren. En dat klopt ook. Dan kijken we nu eens mee met Sjoerd aan de onderkant, Baby Pro aan de bovenkant. Staat 3-1 voor Baby Pro. Kan Sjoerd dit nog omdraaien? Dat is de vraag. Sjoerd zette zijn heel spirit in. Op het moment dat Bero met zijn ice spirit kwam, anders had hij waarschijnlijk hoger ingezet. Nu moest hij zijn bandit daartegen doen. Dat is niet ideaal. Nu zet hij zijn magic archer in. Daar krijgt hij twee hits mee. Die log zorgde er niet voor dat hij daar een hit door minder kreeg. Bepro speelt meer met een Goblin Drill deckje. Daar heeft Sjoerd een rode Ghost voor. Dus hij speelt ongetwijfeld met Bridge Spam. Nou, rode Ghost is gewoon een hele goede counter tegen Goblin Drill. Eigenlijk alleen de Dark Prince is beter, omdat je die niet weg kan vuurballen. Maar en de Mega Knight misschien ook wel, maar dat is wel heel duur. Dus kijk, het is allemaal goed verdedigd door Bepro. Sjoerd een kleine Elixir voorsprong, maar... Ja, nou ja, op zich inderdaad gewoon voor de Elixir voorsprong. Even te kijken, wat er zit er nog meer in het dekje van Sjoerd. Er zit sowieso een Pekka. Er zal ongetwijfeld een spel in zitten, 1 of 2. Barbaren, dan misschien geen Pekka. Dat zit er voor mij normaal gesproken niet in. Het hele dekje van Baby Pro is al zichtbaar. Dus... Hier zal ongetwijfeld een ability komen van de Queen. Sjoerd buit weer op vanuit achter met de... Oeh, komt er geen ability? Komt er geen ability, oké. Okay. Die wil hij dan nu nog op aanval inzetten. Dat is op zich is dat geen onverstandige keuze. Hier wordt die bandit wordt opgegeten, maar dat zorgt er wel voor dat we geen damage tegenkrijgen. Dus we hebben allebei de spelers die nog geen of weinig damage tegengekregen hebben. Sjoerd, laatste kaart weten we niet. Ik denk dat het een spel is. Ik zou toch wel iets van een spel hebben in een dekje. Dan ben ik helemaal geen bridge speler, dus het zou zomaar kunnen dat het niet zo is. Oeh, dit was, ja, die battle room gaat natuurlijk opgegeten worden door die bomtoren. Die doet zelfs niet hitten op de bomtoren. Dat is wel vervelend voor Sjoerd. Kan hij hier nog zijn ability doen of had hij die al ingezet? Ik denk dat hij die al had ingezet.
En nu worden de barbs in de bed gesplit. En gaat Sjoerd of Bevo er proberen doorheen te komen. Denk ik dat dat optimistisch is. Oké, we gaan nu zien of er een spel is. Ja, er zit inderdaad een spel in. Arrow zit erin. En die vuurbal die miste één barb. Dat is natuurlijk het eind van de wereld. Maar er wordt nu heel goed druk gezet. Maar dit wordt allemaal redelijk verdedigd. Ja, die rode ghost gaat ook nergens heen. Dus dit is gewoon goed gespeeld door Baby Pro. En hier wordt er een vuurbal gegooid. Ja, er wordt gelijk een vuurbal gegooid. Dan krijgt de Goblins ook nog één hit. Oeh, die werden gelijk ge-arrowed. Ik weet niet of ik die arrow zo had ingezet. Want het was uiteindelijk maar één Goblin die... die had gestept in dat geval. Kijk, Short denkt ik ga de andere kant op. Ik ben benieuwd. Er worden door beide gasten wordt er heel goed gespeeld. Nou, Short voor Short is dat hij geen grote spel heeft, denk ik. Hier wordt de Magic Archer gevuurbald. Dat geeft wel een kleine opening voor de barbaren. Zeker nu er ook een battle healer aankomt. Maar er wordt goed verdedigd door de Evil Skeletons. En die moeten eigenlijk geërgerd worden. Maar die zijn er niet, tenminste was niet genoeg elixir voor. En daardoor kon hij met een één elixir kaart. Dat moet je wel beseffen. Een één elixir kaart zo'n grote push stoppen. Ja, dat is bizar. Dat is bizar. Dus al met al staat het nog steeds in het voordeel van BBPro. We gaan de laatste minuut in. Het is heel spannend allemaal. Kan Sjoerd het nog omdraaien of krijgt BBPro nu al de matchpoint? Dat zou ook zomaar kunnen. BBPro blijft gewoon rustig vuurbal als hij een klein beetje value krijgt. Dat is gewoon heel goed. En omdat Sjoerd ja, dat niet heeft, een grote spel, kan hij dat niet doen. En hoeft BBPro eigenlijk alleen maar te verdedigen om deze wedstrijd naar zich toe te gaan trekken. Ook die Bandit, ja, die gaat er niet doorheen komen door twee Falks. We hebben weer de Evil Skeletons die eraan komen. Dit was geërrored. Ik snap wel nu dat errorde. Dat zou ik zelf ook hebben gedaan. Uiteindelijk had het niet gehoeven. Maar het was natuurlijk wel, ja, als zijn Skeleton, dan gaat hij weer zijn hele push stoppen. Dat is gewoon zonde. Dus ik snap heel goed waarom Sjoerd het heeft gedaan. Maar Sjoerd heeft nog 10 seconden om er doorheen te komen. En het lijkt er niet op dat hem dat gaat lukken. Dus ik denk dat het eerste potje inderdaad voor, of sorry, het vijfde potje, vierde potje voor BBPro, ja, door BBPro is gewonnen. Dus staat BBPro inderdaad op een matchpoint en moet of Sjoerd en nu voor zorgen dat er een clean sheet komt, 4 keer achter elkaar winnen, of gaat BBPro met de €200 naar huis. Ik had het niet van tevoren zien aankomen wel dat 4-1 voor BBPro zou staan, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het wel heel leuk dat ze spannende potjes zijn, maar laat het alsjeblieft niet afgelopen zijn. Want als het nu na het volgende pot afgelopen is, dan moet ik daarna een pot spelen zodat jullie kunnen zien aan de lengte van de video wie de wint. En we gaan niet naar deze twee gasten kijken en daarna naar mij zitten kijken hoe ik het helemaal aan het verpiepen ben. Dus ik hoop dat, ja, sorry BBPro, ik vind je een hele aardige gast, maar ik hoop dat deze in ieder geval naar Sjoerd gaat. En dan daarna maakt het me minder uit. Het liefst wordt het natuurlijk 4-4 en dan de winnende maakt me helemaal niet uit. Maar we gaan het allemaal zien, ik heb er toch geen invloed op. Die gasten willen gewoon winnen, die willen die €200 binnen. En BBPro gaat echt niet denken, ik ga een leukere video voor Clem maken om te zorgen dat een express verliezen. Natuurlijk niet. Logisch ook. BBPro request voor misschien wel het laatste potje van de finale. En daarmee dus ook gelijk van het hele Benelux Cup van het eerste seizoen. Ik ben benieuwd wie dit gaat winnen. Pam padam pam pam padam padam pam 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 padam pam pam padam pam pam. Jongens, daar zijn we weer met het misschien wel het laatste potje. BBPro tegen Sjoerd. BBPro aan de onderkant, Sjoerd aan de bovenkant. Dat wisselen ze wel leuk af. Misschien ook wel leuk voor het kijken. Misschien een beetje verwarrend, maar hè. Moet jullie ook maar een beetje opletten. Ze spelen allebei met een prinsessentoren. Ze spelen allebei voorzichtig. Ze willen niet de eerste kaart inzetten. Wat ja, in de meeste gevallen ook het beste is. BBPro besluit uiteindelijk om de Archerkin in te zetten. Sjoerd om de Brawl Cage, Goblin Cage. Goedemorgen, Goblin Cage in te zetten. Sommige benamingen zijn zo simpel. Maar ik vergeet het soms gewoon wat het in het Engels is. En ik moet eigenlijk, en dat weet ik ook jongens, ik moet eigenlijk alles in het Engels overigens zetten. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Niet op mijn tablet tenminste. Voor mij op mijn andere wel. Maar in ieder geval verwarrend. Maakt niet uit voor nu. We zijn begonnen aan het zesde potje.
Baby Pro lijkt te spelen met Giant Double Prince. Sjoerd lijkt te spelen met... Ze zijn te herkennen aan hun ogen, hun kleinere hoofdje en dan juist weer een hele forse tong. RG? Geen idee. Ik heb deze combinatie denk ik nog nooit gezien van kaarten. Deze combinatie van kaarten nog nooit gezien volgens mij. Maar, I don't know. Een Baby Pro kan, het kan of Goblin, Giant Graveyard zijn. Dat zou ook nog een goede optie zijn. Dat denk ik eigenlijk eerder dan Giant Double Prince. Maar... voor mij is dat denk ik wat ik ook al eens gespeeld heb. But I'm not very sure. So we shall see. In ieder geval een deckje wat nu minder in de meta is, omdat... Oeh, die Archicum blijft er inderdaad achter, maar die wordt... Nee, die zat even... Of, sorry, die toren zat even op de Archicum, maar uiteindelijk toch niet meer. Maar in ieder geval is het een deckje wat je minder ziet, omdat er niet echt Ivo's in te verwerken zijn volgens mij. Het is wel, als het inderdaad dat Giant Caver deckje is, op zich wel een goed deckje waar ik zelf ook al mee flink wat gespeeld heb. Dus dat zou goed kunnen. Short speelt natuurlijk gewoon met een ballondekje. Toch? Dat kan toch niet anders? Ja, voor mij is het een ballondekje. En inderdaad, Bebro met het Graver dekje. Denk ik dat Short nu liever die Goblin of die Eevee Spirit gehouden had. Maar uiteindelijk wordt het zo ook redelijk goed verdedigd. En heeft hij nu wel een redelijke counterpoes. Dus kan hij er nu misschien een beetje doorheen gaan komen. Het is een Archie dekje. Oh mijn god. Misschien zitten sommigen van jullie echt planets, RG. En ik had het gewoon niet door. Ja, sorry. Ik speel zelf ook nooit met RG. Ik had trouwens wel kunnen raden dat het geen ballon was. En inderdaad een RG was, omdat hij nog geen info had ingezet. En ik speel natuurlijk wel alles met een info. Dus waarschijnlijk had Baby Pro het in ieder geval wel al door. Maakt niet uit, Baby Pro staat ook in dit potje aan de voorsprong. Heeft de voorsprong. Goedemorgen, nee, dat is soms best moeilijk. Maar ja, inderdaad, Baby Pro heeft gewoon de voorsprong op dit moment. En kan dus inderdaad de matchpoint verzilveren. En het is gewoon 5-1 maken. En daarmee de finale winnen. En daarmee €200 winnen. Maar nooit te vroeg of nooit de huid schieten, de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Om het even mooi te zeggen. Want hiermee met één push staat Baby of staat Soort al gewoon weer bijna gelijk in damage. Staat wel flink achter in Elixir. Dus er gaat nu inderdaad een push aan komen. En dat wordt wellicht moeilijk te verdedigen voor Soort. Maar dat gaan we zien. Spreukwijsheden met klein jongens. Komt er weer een hitje van de Giant. Nu heeft Baby Pro weer 1000 damage gepakt met één push. Het is eigenlijk zo simpel om te spelen soms. Ik kom over een Giant Graveyard. Maar het kan zo effectief zijn. Dat is ongelooflijk. Dus, en hier komt het weer aan. Gaat hij hiermee dan ook de toren pakken? Als hij weer 1000 damage heeft, dan is het zeker gedaan. Maar nu moet inderdaad ook wel Sjoerd het veel beter verdedigen. En doet hij Graveyard bijna geen damage. Goblin Giant bijna wel. Maar er was op tijd net een Goblin Cage gekomen. Overigens komt er nu een Royal Giant aan van de kant van Sjoerd. En die zit bijna... Die doet 2. Die doet 3. Doet hij nog een hitje? Wat een clutch van Sjoerd. Ik dacht echt dat het potje naar Baby Pro zou gaan. Maar gelukkig heeft Sjoerd, ja gelukkig voor de video, niks tegen Baby Pro. Vermoeden van Max Fitching moet... Gelukkig voor de video heeft Sjoerd hem toch geclutcht. En staat het nu 4-2. En is er nog een matchpoint voor Baby Pro. Maar betekent dat het nog niet klaar is. Dus we gaan nog één potje spelen. Mocht die gewonnen worden door Sjoerd... Ga ik daarna weer even vragen of ze een pauze willen houden. Omdat we anders weer te lang opnemen. Ik wil zeker weten dat we alles goed op beeld hebben. Want het is weer een bizarre finale. En dat mag ook wel voor de prijzenpool. Overigens, prijzenpool mede mogelijk gemaakt door HK Noobs. Noobs United, Big Papa, a.k.a. Allemaal verschillende namen heeft hij. Maar dat is degene die dit toernooi mogelijk heeft gemaakt. Dus bedankt daarvoor. En daar zijn we weer met het zesde, zevende potje. Jongens, ik hou het allemaal niet meer bij. Het staat 4-2, dus het zevende potje. Baby Pro aan de onderkant, Sjoerd wederom aan de bovenkant. Baby Pro terug naar de kanonier. En Sjoerd wederom met de prinses. Baby Pro met een Phoenix. Dan denk ik gelijk aan een... en ook met de barbel zou het nog kunnen, maar Tier zou het niet meer kunnen. Ik wou zeggen een E-Giant dekje, maar dat is dus niet zo. Sjoerd met een Goblin Drill deckje, wel weer een variant op wat we al gezien hebben.
de Evo Skeletons deze keer. Ik zit even na te denken. Zal Baby Pro nog een andere win condition hebben? Of is het puur en alleen de... Mortier. Het zou ongetwijfeld een miner nog inzitten of iets dergelijks. Omdat het, zeker omdat het geen Evo Mortier is. Dan ga je niet alleen daarvan uit voor de damage. Dus ik denk inderdaad een miner dekje met misschien nog een poison of iets dergelijks erin. De Skelking is overigens ook een hele goede counter voor de Goblin Drill. Hetgeen is wel dat hij er wel makkelijker uitgecijferd kan worden dan een Royal Ghost of iets dergelijks. Dat is een bijzondere ijsspirit van Short. Ik denk dat hij daar liever even mee had gewacht. Maar omdat een Skelking natuurlijk pas terug in cijfer komt op het moment dat hij dood is, dan kan je die er even, ja, in principe makkelijker uitcijferen. Bebro niet met een miner, maar met een Graver deck is. Bebro blijft bij de Graver, terwijl hij toch genurfd is met de laatste balance changes. En dat is eigenlijk de reden dat ik er niet meer echt mee speel. Omdat het, ja, naar mijn idee wel echt flink genurfd is. Dus misschien moet ik het toch maar gaan doen als Bebro er zoveel mee speelt. Even kijken. Bebro weer met de Goblin Drill. Maar er komt waarschijnlijk gewoon een Kelking aan als die. Nee, dat is nog niet een cycle. Met Evil Skeletons. Dat is ook prima opgelost. Er komt een Bomtoren. Is dat meer dan voldoende om dat te verdedigen? En het zal ook voor zorgen dat die Phoenix geen damage laat. Maar blijkbaar gaat de Phoenix niet naar de Bomtoren toe. Geen idee waarom niet. Maar uiteindelijk deed het alsnog bijna damage. Omdat er een snowball gebruikt werd. Ik zie toch wel dat de Artscreen heel veel gebruikt wordt. Ik heb hem bijna elk potje denk ik wel gezien. Even kijken, hier komt denk ik een goede push aan. Met de Skeletons. Dit kan heel veel damage doen als je hier niet goed opgelet wordt. En pakt inderdaad... Die kaart is bizar. Als je daar goed gebruik van weet te maken, en dat weet Short, dat zien we. Op deze manier, kijk eruit, want hij kan nog heel die toren pakken inderdaad. Ik wou net zeggen, daar moet je nog wat aan doen. Maar Bebro zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Maar hij gaat natuurlijk geen toren pakken in 5 seconden. Dat kan ik me niet voorstellen dat Sjoerd dat toelaat. En inderdaad, met die poison gaat hij ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Dus staat het 4-3. Nou, we hebben de spannende finale waar we gevraagd om hebben, jongens. Dit is bizar. Ik ga even tegen die gast zeggen, 1 minuut pauze. En dan kunnen we zo weer opnieuw terug. En daar zijn we weer. Ik ga weer tegen die gast zeggen dat ze mogen beginnen. En dan gaan we zo misschien het laatste potje in. Misschien niet. Misschien gaan we toch naar die tiebreaker. Het staat 4-3 voor Bebro op dit moment. Het stond 4-1. Dus Short is echt wel bezig aan die comeback. Sorry editor. Ik heb het tot nu toe nog niet gezegd wat de tijd is. Ik ga het nu in dit potje zeggen. Maar ik ben het hiervoor vergeten. Dus ik hoop dat we het op een manier gewoon een mooie synchroom krijgen. Dus zo niet, dan moet je maar hebben even contact. Komt vast goed. In ieder geval voor nu 2.48, 47, 46. Oeh, daar wordt door Bebro de... goedemorgen. De balbreak is gemist. En dat betekent dat... er een hit werd gedaan door de walbrekers. Dus gelijk een goed begin voor Short. Je zet gelijk de damage achterstand die je hebt met de kindernier, heeft hij gelijk daarmee teruggepakt. En zo te zien speelt hij met een... Ik durf het niet meer te voorspellen. Het kan dus of een RG-dekje zijn of een... goedemorgen. Een ballondekje zou ook kunnen. Neig naar ballon. Dan neig ik met elkaar, maar het is toch RG. Lekker. Maar ja, maakt niet uit. Even kijken. Short weet dit redelijk goed te verdedigen. Ik heb 2 hitjes tegen. Zijn toren staat nu op 2000. Maar daar moest Short wel aardig wat elixir voor spenden. Overigens had Short ook niet meer zo. Of Bebro ook niet meer zo heel veel elixir. En besloot Short daarom om druk te zetten via links. Dat is allemaal redelijk goed verdedigd. Dus... allemaal weinig aan de hand. Ze hebben nu allebei evenveel elixirs. Ze hebben allebei ongeveer evenveel damage gedaan. Short iets meer, maar staat iets achter omdat ze kunnen hier met achterstand begint qua levens. Dus het gaat allemaal erg gelijk op in dit rekenen. 8e potje. De Modderwitch wordt gewoon gevuurbald. En dan komt er nu waarschijnlijk een miner aan. Inderdaad, miner bats. Dan gaat de miner iets van damage doen. En dan komt er nu een RG. Dat wordt waarschijnlijk met de Tesla. Inderdaad, komt de Tesla aan. Die is
goed gezet door Sjoerd, maar de Babydraak kan wel wat damage doen. Er moet er nog wat ingezet worden. De RG wordt uiteindelijk perfect verdedigd. Die kreeg helemaal geen damage tegen. Ik weet niet of die... Zou die keertje fout zijn geweest van Baby Pro? Of was het een prediction op een miner? Ik weet het niet. Geen idee, maar in ieder geval, het haalde er niet zo heel veel uit. Hier wordt de Modderwitch wederom gevuurbald. En ze BB Pro laat één balbreker gaan. Dan komt er wederom een RG aan. Wordt het weer met de Tesla verdedigd. Is net op genoeg elixir voor, dus dat klopt inderdaad. Hier wordt de Modderwitch weer gevuurbald. Hier wordt een mooie prediction. Oh, schermopname waar de foto is. Mooi, het tweede gedeelte ook opgeslagen. En komt Sjoerd nu in de aanval met de miner. Hij komt ook met de wallbrekers. Die gaan hitten als er niks tegen doet. Dus moest daardoor inderdaad de goblin cage doen. Niet op het ideale plekje. Omdat daardoor de babydraak aardig gehit werd. Nu komt er een bijzondere push aan met van alles en nog wat. Hier komt waarschijnlijk de raids. Zou het hebben verdedigd in combinatie met... Oeh, dit wordt... Dit is allemaal echt... Allemaal nip. Maar hier zet Sjoerd heel goed druk. En daardoor staat hij goed, er goed voor. Hier gaat Beubro inderdaad gewoon weer de Modderwitch vuurballen. En zorgt ervoor met de bats voor dat er geen... Of ja, één hitje damage tegen krijgt. Maar ja, het voordeel is nog zeker voor Sjoerd. Gaat Sjoerd dat vast kunnen houden? Of komt dadelijk met een RG push iets engs aan? Hier probeerde Sjoerd wat, maar dat lukte niet helemaal. Dus we moeten nu goed oppassen. Als hij deze RG kan verdedigen, dan ziet het er goed uit. Voor Sjoerd. Maar ik denk dat dit wel aardig wat damage kan gaan doen. Hier wordt het ontzettend goed gespeeld allemaal. Maar hier pakt de RG toch twee hits. En dat is eigenlijk te veel. Dus staat Sjoerd opeens op een achterstand. En moeten we nog maar gaan zien of Sjoerd het vast kan houden. Of dit tenminste de winst alsnog naar zich toe kan trekken, ja of nee. Hier was een prediction card, maar de Archer Queen werd goed aan de zijkant geplaatst. En komt, ja, ruimt daardoor alles gewoon netjes op. Komt weer een RG aan. Gaat Sjoerd het kunnen verdedigen? Dat is uiteindelijk de vraag. Er komt een vuurbal aan. Dat betekent dat één hitje genoeg is. Dat hitje krijgt hij niet, maar hij moet een verdedigende potion inzetten. Wat natuurlijk niet ideaal is. En hiermee lijkt het einde nabij voor Sjoerd. En hiermee lijkt de winst te gaan naar Baby op KVN. Die inderdaad de winst pakt van het Benelux toernooi. 5-3 geworden. Wat een bizarre potjes. Bebro, hartstikke gefeliciteerd. Sjoerd ook supergoed gedaan. €125. Mag je ook niet meer klagen, denk ik. Dus allebei ontzettend gefeliciteerd. Bedankt dat ik het mocht opnemen aan iedereen. En ja, nou, we gaan zo nog een potje spelen. Ik ga even tegen die gasten zeggen, goed gespeeld. En dan gaan wij nog even één potje doen, zodat jullie niet aan... Oh. Sorry. Ik hoop niet dat dat heel veel pijnlijk was voor jullie oren. Maar zodat jullie niet aan de lengte van de video kunnen zien of het nou klaar was of niet. En dat gaan we met dit deckje doen. Het is woensdagavond, zijn in divisie 7 halverwege. Dus op zich best snel. We kunnen, ja, komen best wel tegen moeilijke gasten al. Dus geen idee of we het gaan winnen of niet. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om de gameplay een beetje draaglijk te maken. Na het aanschouwen van 8 hele goede potjes van die andere gasten. Dus even zien. Het is wel een beetje een spamdekje, miner en wat, Mega Knight, nou, je kent het wel. Ik heb voor mij hier al een keer een video over gemaakt. Het is echt wel een leuk dekje. Het is een goede neder van hem. Had ik natuurlijk beter neer kunnen zetten, zodat het niet zo op mijn... Oh mijn god. Je doet hij al gelijk aardig wat damage. Nou, het valt mee. Het valt mee. Dat hadden we op zich goed gedaan. Onze walbrekers rechts, je wilt gewoon heel veel dubbel 1 pressure zetten. Ik krijg een connectie, dat is lekker. Nou, ik ga niet die mijn ability doen, want daar had ik uiteindelijk weinig aan gehad, denk ik. Gaat hij komen met zijn... Heeft hij al een cycle? Denk het niet. Op zich is het wel lastig, logbait. Ik heb er met dit deckje nog niet echt tegen gespeeld, dat ik me kan herinneren. Maar het lijkt me wel een lastige matchup, omdat ik niet echt iets van een log heb. Dus, maar ja, we gaan het zien. Even kijken, hier doen we bets op. Kijken of hij snel genoeg is om er iets tegen te doen. Nee, ik krijg wel 2 hitjes. Ik denk dat ik liever same lane push als hem. Maar ik ga niet met Little Prince doen, want hij sowieso iets van een grote spel heeft. Dan gaan we erachter. Oké, dat heb ik niet helemaal verwacht. Helemaal niet verwacht. Ik denk ook niet dat het de beste keuze was voor hem. Maar
Oké. Kijk, Miner zit aardig op druk hier. Wat goedemorgen, mooie. IJsspeeld om die bats. De skeletons aan te pakken. Zijn we hier? Nee, dat is ook slecht getimed. Het kan allemaal beter, maar we krijgen hier wel een connectie waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Dus dan doen we aardig wat damage. Dus wat dat betreft staan we er goed voor. Even kijken. We hebben niet echt heel veel directe damage natuurlijk. Dus de miner wel een soort van directe damage. Dus ik ga ervan uit dat we dit nog wel redelijk in de tank kunnen. Oh, weer even wat op doen. Die hebben we nu wel goed te pakken. Ik ga ervan uit dat we die toren rechts wel zo goed als hebben. Daar moeten we nog wel iets tegen inzetten. Maar in principe zou je denken dat dat wel te doen moet zijn hiermee. De miner inderdaad, die hebben we nu inderdaad ook. Dus dan hebben we dit port. Oh, ik zag die even niet. Met de set gaan we daar niet te veel damage tegen krijgen. Dan doen we dit gewoon nog. En dan hebben we inderdaad dit potje gewonnen. Dus ja, is het net zo goede gameplay als die gasten? Nee, dat denk ik niet. Maar we hebben hem niet gewonnen. Nou, ik wil Noobs heel erg bedanken voor het organiseren van het Benelux toernooi. De jongens heel erg bedanken voor het spelen van de finale en dat ik mee mocht kijken. Ik denk dat het een hele leuke finale was. Laat zeker achter in de reacties wat jullie ervan vonden. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie allemaal bij een volgende video van Clash met Clan. Tjallas!